Er is geen enkele manier waarop de uitkomst er één kan worden van alleen maar plussen. De scheiding na een gouden huwelijk is nooit eenvoudig. Het gaat om een heel ingewikkeld proces omdat onze landen via de EU zo intens met elkaar zijn verbonden. Economisch, cultureel en in allerlei opzichten die met onze veiligheid te maken hebben. Maar de scheiding is nu een fact of life. De kogel is eindelijk door de kerk. Brexit betekent nu kennelijk echt Brexit. Nederland zet zich in om een vechtscheiding te voorkomen en een andere vriendschap op te bouwen. Dat vereist wel forse onderhandelingen met een scherp oog voor onze nationale belangen. We moeten voorkomen dat de andere partij straks de krenten uit de pap vist.